Dus dat hebben jullie nog niet gezien misschien, dit plaatje. Nee. Dus op een gegeven moment werd prins Siddhartha werd een monnik. Ja. En het interessante is van dit verhaal dat historici hechten er veel waarde aan, omdat het heel erg authentiek overkomt. Omdat het tenslotte is het een verhaal over vallen en opstaan. En niet de soort van jubelverhalen die je normaal vindt in teksten die zijn geschreven om je leraar te prijzen. Dus het is een heel oprecht verhaal over iemand die op zoek is. Dus in eerste instantie zien we in de teksten dat Prins Siddhartha twee redenen omschrijft om zijn zoektocht te motiveren. In de eerste plaats zegt hij dat hij op zoek is naar het heilzame. Het heilzame, dat kan verwijzen naar ethisch heilzaam, dat iets ethisch goed is. Kan ook verwijzen naar een algemeen zin van het leven. En tegelijkertijd is er de realisatie dat dit heil, je zou het ook omschrijven kunnen als, je kunt het ook kunnen omschrijven als het gewoon het heil, dat dit heil niet kan worden gevonden in het leven, in het paleis, in de adellijke familie waarin prins Siddhartha opgroeide. In de adellijke familie, in de adel waarin hij opgroeide, zou hij heel veel verantwoordelijkheden op zich moeten nemen, die eigenlijk heel veel politieke consequenties hadden en heel veel politieke conflicten ook met zich meebrachten. En hij was eigenlijk een beetje die zaken beu. Hij had heel veel dingen gezien. Er zijn ook oudere teksten waarin hij al op hele jonge leeftijd al omschrijft hoe hij worstelde met vragen over ziekte, ouderdom en dood. En dat patroon van die realisatie van ouderdom, ziekte en dood, dat komt eigenlijk steeds terug in zijn leven. We moeten ons ook realiseren dat de moeder van de Boeddha, dus de moeder van Prins Siddhartha, overleed vlak na zijn geboorte. En dat hij werd opgevoed door zijn, ja, door in feite een stiefmoeder. En deze stiefmoeder, die wordt trouwens overigens later non. De relatie was wel heel goed. Ik bedoel, de relatie tussen hem en zijn stiefmoeder was wel heel goed. Maar het is wel uiteindelijk natuurlijk iets wat je als kind tot vragen kan brengen. Hè? Van als dit niet mijn echte moeder is, wie is dan wel mijn echte moeder? En waarom is zij overleden? Dus de vraag komt al snel in je op van waarom lijden mensen onder ouderdom, ziekte en dood? In eerste instantie ging Prins Siddhartha in zijn zoektocht naar leraren die niet zo heel ver van de plaats waar hij dus was opgegroeid, namelijk Kapilavatthu, ging hij dus mediteren met twee leraren in de buurt. En hier zie je die twee leraren zoals ze worden afgebeeld in oude Thaise wandschilderingen. En die leraren die kiezen er dus eigenlijk, of die onderwijzen dus de Boeddha in meditatie. Dus er was al in die tijd een soort van meditatie die werd beoefend. Maar die meditatie, dat is dus een meditatie die anders is dan de meditatie die de Boeddha uiteindelijk gaat beoefenen. En onze leraren in onze traditie, in onze tempel, die interpreteren dat als dat zij heel hoogstwaarschijnlijk meditatie onderwezen die op de elementen was georiënteerd. Bijvoorbeeld dat je je concentreert op het element vuur of het element water. Een wat externe concentratie met zich meebrengt. En uiteindelijk leidt dat dus ook tot hele hoogstaande meditatieve toestanden. Maar het leidt niet tot het uiteindelijke inzicht waar Prins Siddhartha nou op zoek was. In feite zou je kunnen zeggen dat hij in de eerste instantie dichter bij zijn doel was om de verlichting te bereiken dan wat hij vervolgens deed. Want vervolgens wat hij daarna ging doen voor 6 jaar lang is heel ver van de verlichting.
namelijk zelfkastijding. En hier zie je een plaatje zoals dat in beelden is afgebeeld. Dus dit is een beeld van de Boeddha, helemaal vermagerd. Dus echt, je ziet echt elke, hoe noem je dat? Elke rib, zeg maar, in zijn ribbenkast. En het verhaal gaat dat hij zelfs zijn eigen maag kon aanraken. Zo ernstig was hij vermagerd. Dus dit is een soort van zelfmarteling door het heel, door in feite te vasten. En bijna tot de dood. En hij deed dus allerlei dingen. Dus hij koos ook bepaalde periodes, was hij ook volledig alleen. Dan koos hij voor de eenzaamheid. Bepaalde andere periodes, dan koos hij ervoor om heel weinig kleren te dragen. En dat allerlei dingen die hij deed om te proberen zichzelf te oefenen in pijn te verdragen. Met het idee dat hij op die manier de verlichting zou kunnen bereiken. Dit lijkt soms een beetje een ver van ons bedshow. Dit is een verhaal uit India en we denken, nou ja, dat is blijkbaar wat de Indiërs doen. Ze zitten op het spreekwoordelijke naaldenbed en dat is hoe ze denken de verlichting te bereiken. En de Boeddha was daar blijkbaar, geloofde daar ook in een bepaalde periode ook in. Maar het is ook een verhaal dat illustreert hoe we soms op zoek kunnen zijn. En verschillende extremen in ons leven verkennen om uiteindelijk het juiste pad kunnen vinden. En hoe vindt Prins Siddhartha dan uiteindelijk dat juiste pad? Hij herinnerde zich iets. En dat is iets heel interessants, want vaak als we in ons leven vastzitten, dan is dat omdat we alleen maar vooruitkijken of, wat nog erger is, alleen maar hier in het nu zijn zonder ook maar ergens iets aan te durven denken. In het hier en nu zijn is op zich goed, maar als we in ons leven niet aan de toekomst durven denken en ook niet naar het verleden kijken, dan hebben we in feite twee belangrijke leraren uit ons leven gesloten. Dus een belangrijke leraar voor de prins op dat moment was zijn verleden. Hij kon zich herinneren dat hij als kind ooit onder een boom mediteerde. En dit noemen we in Nederland een jamboboom. Ik weet niet hoe dit in Vlaanderen heet. Maar na een tijdje begon hij zich dus... na een tijdje begon hij zich te realiseren dat het vasten en het hele ernstige martelen van zichzelf hem niet vooruit zou helpen. Dus hij besloot uiteindelijk om zich toe te leggen op meditatie. En de meditatie had hij natuurlijk al beoefend met die leraren. He, dat zou je meteen kunnen als tegenargument kunnen inbrengen van ja, maar hij had het toch al beoefend. Ja, maar dit was anders. De herinnering die hij had als kind was een veel diepere meditatie. En er was één ding dat heel belangrijk was in dat verschil, namelijk dat hij als kind zijn aandacht naar binnen toe bracht. En niet naar buiten op de elementen of zo, maar naar binnen. En dit is wat hem uiteindelijk leidde om het vasten op te geven en weer te gaan eten en te gaan mediteren. Hij had toen 5 leerlingen die hem volgden en die lieten hem achter, want die dachten hij heeft het opgegeven. Die geloofden dat je alleen maar jezelf kon martelen en dan de verlichting kon bereiken. En nu uiteindelijk wil dat niet zeggen dat omdat hij nu een nieuw pad had gekozen waarin hij wel at, waarin hij dus niet zichzelf martelde meer. Dat wil niet zeggen dat Prins Siddhartha niet meer streng was. Hij was zeker nog wel streng. En op een bepaald punt in meditatie had hij het gevoel, dit is het pad, we eten, we gaan onszelf niet martelen, maar we leggen onszelf toe op meditatie. We wijden ons aan de oefening van de geest. En hij realiseerde zich dat de waarheid of de werkelijkheid die hij wilde ontdekken eigenlijk heel subtiel is. En de enige manier om te ontdekken, om zoiets subtiels te ontdekken, is door je eigen geest heel subtiel te maken. Heel subtiel. Als je iets subtiels wil ontdekken, dan moet je ook een subtiel middel hebben om dat te ontdekken. Namelijk je eigen geest. Dus
sommige leerreden vergelijkt de Boeddha dat ook wel met een metaal wat je smelt. En dat je dan in allerlei vormen kan gieten. Ja, dat is ook een soort proces van waarin iets subtieler wordt. Hè? Dus van een harde stof ga je naar een vloeibare stof. Nou, uiteindelijk wist hij dus door meditatie zijn eigen geest ook meer subtieler te maken. En dat gevoel, dit is het pad. Uiteindelijk heeft hij het gevoel, dit kan alleen maar het juiste pad zijn. Ik moet niets anders meer doen, dit is het juiste pad. En dan maakt hij dus een gelofte dat hij dus niet meer zal opstaan van de plaats waar hij daar zit. Tot hij de verlichting heeft bereikt. Dus als hij op die plaats zal sterven, dan is hij er bereid toe te sterven. En nou ja, goed, dat is een hele belangrijke beslissing. En dat heeft dus tot consequentie dat hij in feite alles opgeeft om de verlichting uiteindelijk te bereiken. Dan ontdekt hij dus in zichzelf dat er is een pad is in zichzelf. En in sommige leerredes omschrijft de Boeddha dat als een soort pad, als een soort oude stad die verborgen is. Net als dat een archeoloog een oude stad ontdekt. Hij gebruikt het woord archeoloog niet, maar hij zegt iemand die aan het graven is of die iemand die per abuis een oude stad ontdekt die onder de grond zat of zo. Nee. En zo ontdekt hij dus een oude weg die alle Boeddha's voorheen ook hebben ontdekt en die dus hij ook dus ontdekt. Nou, die weg, dat noemen we ook wel het achtvoudig pad. Dus een innerlijk pad van oefening, waaronder dus ook meditatie en wijsheid, maar ook een pad wat we ook wel omschrijven als ja, een pad van meditatie wat je ontdekt als je heel, van binnen heel rustig bent. En je ontdekt dus dat je ja, steeds dieper in jezelf gaat. En Lompu omschreef dat ook als een middenweg in jezelf. Dus middenweg is niet alleen maar het vermijden van zelf jezelf te martelen, maar ook een innerlijk pad in jezelf wat je met meditatie begaat. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Het juiste midden is in meditatie heel belangrijk in alle dingen in alle elementen van meditatie, alle aspecten van meditatie. En de Boeddha zelf die vergelijkt dat wel met het aanspannen van een snaar op een snaarinstrument. Als je een snaar te veel aanspant, dan krijg je geen geluid. Als je een snaar te weinig aanspant, dan is het heel vals geluid. Dus een snaarinstrument heeft snaren die op de juiste manier moeten worden aangespannen. Maar ook onze eigen geest heeft snaren die met de juiste mate moeten worden aangespannen. Dus we spannen ons in meditatie, maar op een ontspannen manier. En die balans van inspanning en ontspanning is exact de middenweg. En dat is eigenlijk de grootste, misschien wel de belangrijkste les die we kunnen trekken uit het verhaal van de Boeddha, hoe hij uiteindelijk tot dat inzicht komt en uiteindelijk dus ook de verlichting in zichzelf bereikt. Dus op Wesak wordt ook gevierd dat de Boeddha de verlichting bereikte. En het woord Boeddha betekent ook de verlichte. Hè? En in de oudste vertalingen van boeddhistische teksten in het Engels werd het woord Boeddha nog niet gebruikt, maar werd het vertaald als the woke. Nou, tegenwoordig in het Engels heeft woke een heel andere betekenis gekregen. Maar goed, het geeft aan dat het woord de verlichte of de ontwaakte in feite overeenkomt met Boeddha. Zijn hier op dit moment nog vragen over?